Hoi en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een mooie frame. Ik heb hem al even in de vlog laten zien, dus jullie waren er al enthousiast over. En vandaag gaan we er ook echt mee beginnen. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En er komt heel veel leuks aan. Dus ik zou zeggen, druk eventjes op die abonneerknop. Daarmee help je mij ook groeien en zorg je dat ik goed in het algoritme blijf. Dus daarmee help je mij ook heel erg. Dus als je het zou willen, zou het heel tof zijn. Goed, dan kan je elke DIY video kans maken op een cadeaubon te waarde van 15 euro. Wat moet je daarvoor doen? Laat even een leuke reactie hieronder achter. En doe even een duimpje omhoog. En heb je dat de vorige video gedaan? Wie weet ben jij dan wel de winnaar? Want de winnaar komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd. Jij mag ons even een mail sturen. En dan gaan we dat in orde maken. Wil je nou een kans maken op een cadeaubon te waarde van 15 euro? Laat hieronder een leuke reactie achter. Doe een duimpje omhoog. En wil je dubbel kans maken? Kan je het ook nog delen op Facebook of Instagram. Dat zeg ik mij dan wel eventjes. Dan zie ik het voorbij komen. En dan doe je zelfs twee keer meer. Dus gaat je naam twee keer in de pot. Goed, we gaan nu gauw beginnen. Wil je het pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus water naartoe moet, komt gewoon naar je toe. Je kan ook een gewenste datum aangeven, dus als je het later wil ontvangen is dat ook geen probleem. Goed, ik heb wel genoeg gekletst. We gaan gauw beginnen. We gaan hier aan de slag met een mooie bol. Je kan er eventueel later nog een glaasje weer in doen. Die kan je los bij bestellen, mocht je dat willen. Ik ga de bol eventjes uit het water halen, want we gaan vandaag een mooie bol opmaken, zoals je kan zien. Hij valt er nu nog in, maar straks als we hem gevuld hebben, niet meer. Dus die komt daar binnenin. En die gaan we mooi compact opsteken. Ik heb gevraagd welke kleuren jullie graag wouden zien. En een veel gevraagde kleur was lila, paars, wit, groen. Dus dat gaan we vandaag doen. Wil jij graag wat anders zien? Wil je een andere kleur zien? Mag je dat ook aan mij vertellen. Maar ik ga wel met leuke hersmateriaaltjes werken. Dus dat is wel leuk. Ik ga de bol compact opsteken. Ik heb hem al even vol laten zuigen met water. Druk hem nooit onder. Maar leg hem gewoon in een bad met water. Zodat hij zichzelf vol kan zuigen. Ook niet onder de kraan houden. Even belangrijk. Goed, ik haal jullie even iets dichterbij. Dan kun je precies zien wat ik doe. Ik gebruik vandaag mooie, verschillende en sterke materialen. En die steek ik er allemaal compact in. Dit doe ik gemengd met alle materialen. Mocht het nodig zijn, kan je het even op draad zetten. Maar over het algemeen is het gipskruid heel sterk. Dus wil dat zo ook. Je steekt alles dus gemengd mooi rondop. Zoals je kan zien hebben we de bol mooi gevuld met allemaal mooie materialen. Echt prachtige kleuren zo bij elkaar. Dat frisgroene en dat lila en dat paars. En je kan hem eigenlijk gewoon zo op het frame zetten. Kijk, echt prachtig. Omdat je er ook zo doorheen kan kijken, lijkt het net of hij zweeft. Je maakt de bol dus voor de helft eigenlijk open, zodat hij er mooi in valt. Je kan hem zo laten, maar wat ook heel leuk is, is om bijvoorbeeld zo'n herfstslinger of er aan de buitenkant omheen te doen. Dat is ook echt heel mooi. Of er binnenin kan ook. Je kan hem ook over het bloemstuk laten lopen. Dan kan je eigenlijk alle kanten mee opgaan. Is ook heel erg leuk. Dus daar kan je eigenlijk van alles mee doen. Je kan hem ook gewoon in het stuk doen. Je kan hem ook gewoon uitlaten wat je zelf wil. Als je hem aan de buitenkant doet, kan je eigenlijk gewoon de bolletjes een beetje tussen brengen. En dan krijg je ook heel veel diepte. Nou,
En als je zo kan zien, kan je heel mooi diepte creëren. Omdat die bol, het lijkt ook te zweven in het stuk, maak je hem heel apart. Je kan natuurlijk zoveel aanhangen en doen en binnenin doen als je zelf wil. Je kan ook onderin vruchtjes neerleggen, is ook heel leuk. Maar ik vind juist het effect dat de bol op deze manier zweeft heel erg tof. En voordat je hem ergens neerzet, hou er even rekening mee dat het oase nog iets kan lekken. Je kan er ook even wat mos onder doen als je wil. Maar hij valt er nu heel mooi in. Op een gegeven moment is het lekken eigenlijk afgelopen. Hè? Alleen in het begin door het steken lekt hij dan wat meer. Dus hou daar even rekening mee. Wil je dit pakket nu bestellen? Hij is beperkt op voorraad. Ik heb alle frames meegenomen die er waren. Dus wil je hem nou niet missen, wees er dan snel bij. Op is op. Je kan hem ook van later tijdstip bestellen. Dat kan via www.uonlinebloemist.nl. Vind je het onder een kopje cursuspakketten. En dan hoop ik dat jullie het weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat je van deze video vond. En ik wil jullie even bedanken voor het kijken. En dan zien we de volgende keer weer. Doei!